En dan gaan we verder met de wedstrijd van de Heren B bij de Nederlanders. Tegen de Heren A van onze Belgische vrienden. Namens deze Heren A komen in actie onder andere deze Jeffrey de Zwaan, Sven Groen zien we straks nog en Richard Veenstra. Het zijn Veenstra en Sven Groen die hun debuut maken in het Nederlands team. Voor Sven Groen zit het net even ietsje anders, die heeft al bij de jeugd deelgenomen namens Nederland, EK Jeugd gespeeld. En na een aantal jaren mogen rijpen bij de Heren en ja, is zich nu voor de Heren selectie te plaatsen. Deze De Zwaan die we nu in actie zien, speelde jarenlang bij de jeugd, was daar ook jarenlang veruit de sterkste. Begon bij de aspirantjes, dus tot en met 13 jaar won daar eigenlijk elk toernooi. En kreeg toen al, en het is een uitzondering, een plek in de jeugdselectie als aspirant. En ook bij de junioren deed hij het heel goed. Inmiddels inclusief dispensatie actief bij de Heren. Ook internationaal begint hij het steeds beter te doen. Met als hoogtepunt tot nu toe zijn halve finale plek tijdens het Dutch Open Darts dit jaar in Assen. Florida op het podium voor het oog van de camera's van Scott Waits. Een voormalig Lakeside wereldkampioen. Is België op 91. Gaat hem niet uitgooien. Dus alsnog de Zwaan voor 1-0. Het moet weer dubbel 4. Maar ja, dat lukt niet. Dat betekent dat België via deze tops naar een 1-0 kan gaan. En dat lukt. Slecht begin daar van België. Sven Groen. Ik zou zeggen, het is niet jouw lek. Dus het initiatief om het initiatief gelijk aan het begin ook te nemen. Hij is nog jong, deze Groen, geboren in 1995. Komt uit Weijen, speelt bij de STC, dat is de Sallandse Darts Competitie. Hij werd in december derde op het NK. Goede beurt daar van Groen, laat 94 staan.
18 gegooid. Dus triple 20, ja, dubbel 8. Het scheelt niet veel. 164. Hij kan nu via triple 18. Nee, die wordt niet gegooid. Sven Groen terug aan Oki. Voor dubbel 4. Om de stand gelijk te trekken. Nee, bel nog. Ja, en die valt erin. Dubbel 4. Dus 1-1. En dan is nu de beurt aan Veenstra. Debutant, zoals ik al zei. Hij lijkt het de laatste maanden steeds beter te gaan doen. Ontzettend fanatiek. Ontzettend trots dat hij zich geplaatst heeft voor de Nederlandse selectie. Net als zijn collega Groen deed hij dat via het kwalificatietoernooi. Hij haalde op het NK in december de kwartfinale. Komt uit Ossenzeil en is actief binnen en namens de Friese Dartsbond. Leuk om te zien dat er steeds meer Noorderlingen het goed gaan doen. We kennen natuurlijk allemaal Rick Hofstra, jarenlang aan de top. En ook deze Veenstra. Doet het dus hartstikke goed. Hij won een koppeltoernooi van de Open Steenwijkerland. En ook de gesloten Friese kampioenschappen wist hij te winnen. Die Veenstra heeft pas 1 jaar deelgenomen aan het Nederlands rankingcircuit. Ja, dan is het toch mooi om te zien dat zo'n speler zich na 1 jaar dan ook weet te plaatsen voor de selectie. Nou, hij speelt tegen Dennis Piepers. Die Piepers zal straks ook in Roemenië en België gaan vertegenwoordigen tijdens de EK. En op zijn palmarès staat zijn mooiste titel. Hij is keizer geworden in Ekeren en daar is hij trots op. Wat dat precies betekent, dat weet ik ook niet. Dat mogen jullie gaan googlen. En dat meldde hij als een van zijn beste prestaties. Inmiddels Veenstra. Dubbel 8. Ja, en met de laatste wordt het dubbel 8 geraakt. Goeie lek van Veenstra. En Nederland naar 2-1. En Sven Groen mag het gaan opnemen tegen John Desrumaux. Spreek je het uit, denk ik. Deze John Desrumaux zal ook België gaan vertegenwoordigen tijdens de EK. Hij staat overigens vandaag derde in het individuele klassement bij de heren. Dus naast de overall titels spelen alle spelers ook binnen hun categorie. Voor de beste heerplek, de beste dameplek, de beste meisjesplek en beste jongensplek. En deze Desrumaux staat dus derde. Hij speelt, deze Belg speelt Super League in Nederland. Er zijn ontzettend veel Belgen die hebben we kiezen om in Nederland Super League te spelen. De Super League is de hoogste competitie die er bestaat. In België heb je niet zoiets. Dus komen ze in Nederland om daar ervaring op te doen. Om daar dus hun wedstrijdjes te kunnen spelen. Heel veel toppers actief bij ons in de Super League. Maar ook enkele toppers die we wekelijks bij de PDC in actie zien. Zo speelt Raymond van Barneveld. Speelt ook gewoon Super League. Vergerbe staat nog ergens ingeschreven. Maar ook alle toppers aan de BDO-kant zijn actief in de Super League. Waaronder Harms, Jan Dekker. Noem ze maar op.
Het is groen die in deze lekker niet aan te pas komt, want wacht, dubbel 8 voor de Belg. En dat maakt het wel een spannende wedstrijd hoor, dubbel 8 voor 2-2. Ja hoor, en die valt. Dus hij doet zijn notering in de top 3 van beste herenspelers eer aan. Veenstra dan. We gaan het opnemen tegen Jeffrey van Echtdom. Veenstra die dankzij zijn selectieplek straks ook af mag reizen naar Hull in Engeland. Daar gaat namelijk de Wimmer World Masters plaatsvinden. Maar dat niet alleen. Die week wordt traditiegetrouw ook gebruikt voor de playoffs voor de Lakeside in januari. Oftewel, als je een hele goede week hebt, dan kan je daar fantastische prestaties neerzetten. En kan je dus plaatsen voor Lakeside begin januari. Maar niet alleen dat. Sinds dit jaar is er ook een kwalificatietoernooi voor de BDO World Trophy in Blackpool. Naast de Wimmo en de Lakeside het derde grote televisietoernooi van de BDO. En ook daar gaat deze Veenstra aan deelnemen. Dus ja, je weet het nooit. Er zijn genoeg Nederlanders in het verleden geweest die zich via die weg wisten te plaatsen voor die grote toernooien. Zo snel kan het zijn. Maar die kwalificatietoernooien worden gezien als de sterkst bezette toernooien ter wereld. Door veel mensen aan mee. Volgens mij wel iets van 150 tot 250 man. Ja, dat betekent dat je echt in hele goede vorm moet verkeren. En ook een dag lang, hè. Dus niet alleen de eerste paar rondes, maar een dag lang moet presteren. Om je daarvoor te plaatsen. Christian Kist is daar een mooi voorbeeld van. Die wist het kwalificatietoernooi voor Lakeside te winnen en plaatste zich zo dus voor Lakeside. En wist Lakeside te winnen. ...44 voor Veenstra. Dubbel 8. Nee. Het is van Echtdom die niet echt zijn dag lijkt te hebben. Hij won een rankingtoernooi in Lommel. Dat is voor de Belgische ranking. Ik weet nog niet zeker of hij meegaat naar het EK. Hij zit met wat problemen met het werk. Het zijn allemaal amateurs. In de zin dat ze er helaas nog niet hun werk van kunnen maken. Dus er moet ook gewerkt worden. En ja, als je geen vrij kan krijgen voor zo'n evenement, dan kan topsport heel hard zijn. Alsnog, Veenstra, dubbel 8. Ja hoor, nu wel. Het kost even wat moeite, maar hij wordt niet onder druk gezet. Dus het is 3-2. Challenge of the Lowlands is een toernooi georganiseerd door de Belgische Dartsbond en de Nederlandse Dartsbond samen. En dat betekent onder andere ook dat beide landen de officials regelen die dit toernooi uiteindelijk tijdens de dag zelf moeten organiseren. Dat betekent dus dat we schrijvers hebben aan alle dartsbanen. Spelers hoeven dus niet zelf te schrijven. Dat betekent ook dat we hier op dit finale podium een caller hebben. En de caller die we nu op het podium hebben staan, die u nu hoort, dat is Marco Meijer. Een bekende Nederlandse caller die vrijwel alle BDO WDF toernooi in Nederland en omstreken als caller gevraagd wordt. En via de Zuiderduin Masters, waarvoor hij werd uitgenodigd om daar te callen, ook een plekje kreeg op het hoogst haalbare podium, de Lakeside. En naast de darters is het dus ook een vorm van topsport voor de callers om gevraagd te worden voor de belangrijke toernooi. En ook hier staat hij dus op het podium, Marco Meijer. Belgische caller is Dave Joachim. Komt hierna nog een actie. En daar ziet u Hans Senders. Dat is een interim bondscoach bij de heren. Sixth.
De zwaan op weg naar een finish. Eigenlijk wel een trippeltje nodig. Ja, die vindt hij met de laatste. Een goede dart. 121. Nou. Dennis Piepers. 60. Het is de zwaan. Triple 18 zit erin. Dus gaat hij voor de boel. Hij zit er middenin hoor. Prachtige finish hier van Jeffrey de Zwaan. Het ging snel. Maar we hebben het gezien via de 17 en de triple 18. Ja, en dan blijft de boel open. Mooi finish. En 4-2. Het lijkt erop dat de Nederlandse heren een versnellingje hoger hebben gevonden. Dus groen heeft iets te revancheren. Nou, zo werkt het in het round robin systeem. Want het uitspelende team, het team wat dus niet mag beginnen, is altijd een speler die twee legs naar elkaar moet spelen. En dit keer is het Dennis Piepers. De volgorde van de wedstrijden worden vooraf bepaald, dat staat vast. Wat de coaches wel kunnen doen is bepalen wie er als eerste, tweede of derde moet gaan spelen. En ja, daar kan je wat tactiek op loslaten. En spelers waarvan je weet, oké, de legs die zij mogen beginnen, daar zijn ze sterk in. Hè, die wil je op een voorsprong hebben. Dan zorg je ervoor dat die de meeste legs mogen beginnen. De spelers voor wie het misschien wat minder uitmaakt, de spelers die in zo'n goede vorm verkeren, die vrijwel toch wel alle wedstrijden winnen. Ja, die acht je dan in staat om ook legs te winnen die ze niet mogen beginnen. Het klinkt allemaal als wellicht voor sommigen wat onbelangrijk, maar geloof me, die bondscoaches die zijn daar eigenlijk de hele dag mee bezig om tactisch de sterkst mogelijke opstellingen te maken. Een goede beurt daar van Piepers. Dus groen moet oppassen. Het is een moment in de lek dat hij even niet mag verzaken. En dat gebeurt wel. Hij blijft stoïcijns op de 20 gooien. Past er niet bij en de pijl komt los van het bord. Die telt dus niet. 40 gescoord. Kan Piepers profiteren? Nee, dat doet hij niet. Komt groen goed weg. 148. Weer geen triple. 93. Nou, België dan ook geen triple. Laat 86 staan. Een goede laatste van groen. Laat 16 staan. Dus is het Piepers. Deze 86. Ja, moet daar echt met de 18 beginnen. Maar hij prikt hem in de 4. Gooit dan wel de triple 14. Dat is knop. Dan blijft de top staan. Die wordt dan gemist. Dubbel 8 voor groen. Ja hoor, dubbel 8 wordt het. Hij pakt hem. Hij is er niet blij mee, maar het punt is wel binnen voor Nederland. En het staat 5-2. Des Remo weer in actie. Zoals ik al zei, hij staat, stond derde in het klassement bij de heren. Ik weet zeker dat hij er alles aan wil doen om dat zo te houden, dan niet te verbeteren. Hij is goed op weg, hier de gemiddelde is in beeld.
Vergeet niet, er zitten heel veel debutanten bij. Dus de druk speelt ook wel een rol tijdens dit soort wedstrijden. Daardoor zijn de gemiddelden zo wat lager dan jullie misschien gewend zijn, wat op televisie te zien is. Goed. Stapje voor stapje doen deze spelers meer ervaring op. En zo nu dan laten ze toch echt wel zien dat ze fantastisch kunnen spelen. Het is België op 92. Mindere beurt, dus Veenstra 81, triple 19 is raak, dubbel 12, dubbel 6. Het scheelt niet veel, maar hij zit niet, dus alsnog. België op 60, 20 is raak, naar tops. Eén pijl daarvoor. Dat mislukt, dus de allerlaagste dubbel in borden, dubbel 3 voor Veenstra. Dan gooit een 3, dan moet hij hem corrigeren met een 1, ja, dubbel 1. Het gaat snel, maar hij zit wel. Knappe finish. Gooi een 1, dan ben je dood. Dan mag je niet meer. Zover komt het niet. Veenstra gooit hem keurig uit met de laatste pijl in de dubbel 1. En het staat 6-2. En dat betekent tegelijkertijd dat we alweer toe zijn aan de laatste leg van deze wedstrijd. En deze laatste leg gaat gespeeld worden door deze man, Jeffrey de Zwaan. En zijn tegenstander is Jeffrey van Echtholm. Dus de twee Jeffreys mogen deze laatste podiumwedstrijd van de heren B en de heren A van de Belgen af gaan maken. Het begint sterk. De Zwaan had liever een 180 gezien, volgens mij. Desalniettemin. De voorsprong daar, ja. Ik heb het nog niet gezegd of de Belg gooit 140. Een goed begin. En ze gaan nog even door. Kijk eens. Nou, dan ben ik benieuwd of de Belg nog steeds aan kan haken. Nee. Dan is hier het verschil al gemaakt, denk ik, door de Zwaan. Kies ervoor om naar de 19 te gaan. Dan moet hij even rekenen. Hij heeft 34 gegooid, dat betekent 192 ogen. En als hij slim is, gaat hij voor de boel. En dat doet hij, want hij is een slimme jongen deze de Zwaan. Dat betekent namelijk dat hij een finish over heeft. Een finish namelijk van 167. Jeffrey van Echtholm gaat denk ik in deze leg niet op een finish komen. Laat staan op een dubbel. De Zwaan. Nou, eerste triple 19 zat erin. En zet hem weg op 72. Dit is dus voor de laatste lek. De Zwaan, 72, 20 gegooid. Dan gooit hij een dubbel 20 erbij, dat is 60. Even rekenen, dan maar dubbel 6. Nou. Scorend een goede lek. Doe dat ook maar voor de dubbels. De Zwaan, dubbel 2. Ja hoor, dubbel 2 valt. Keurige lek van de Zwaan. En de Nederlanders winnen deze wedstrijd met 7-2.